Op 2 december 2010, rond de klok van 4 uur, weten we of de FIFA de leeuw in zijn hempie laat staan. Dan wordt in Zurich namelijk bekendgemaakt welk land in 2018 het WK voetbal mag gaan organiseren. Of Nederland en België het WK zullen gaan binnenslepen, is op dit moment nog erg onzeker. Toch hebben de Belgen hun leeuwen al in een nieuw jasje gestoken, zoals hier bij de grensovergang Arendonk-Reuzel. Wel of geen WK, deze leeuw is er klaar voor.